Ik hou er heel erg van om gewoon helemaal op te gaan in iets. Of het nou een plaat maken is, of een tour, of koken, of wat dan ook. Ik wil dan helemaal gefocust zijn en het helemaal perfect doen. All of your words I've already heard. But I love it when you say my name. It's burning fast, but I don't need... Ja, vooral een soort van rust en al bijna een soort van thuisbasis. Ik voel me daar heel erg thuis, wat ik heel raar vond. Want ik dacht van, het is echt zo'n miljoenenstad waar... die juist een beetje onpersoonlijk is misschien wel. Ik denk, als je iets vindt waar je heel erg blij van wordt... dan moet je dat vooral omarmen en... erin meegaan. En dat was wat ik heel erg had met LA. Ik werd daar heel erg, ja, voel me daar heel erg gelukkig en kon er heel goed schrijven en ontmoette er telkens alweer mensen die, ja, waar ik mee klikte, zeg maar, ook op muzikaal gebied. Till there comes another night to give away. De eerste drie platen was het zo dat ik alles schreef en dan naar een producer. En dan ga je met diegene kijken welke kant het op kan en wat voor sfeer het kan hebben. En ik had bij deze plaat veel meer de behoefte om ook veel met andere mensen te schrijven. Je bent echt op zoek naar iemand die vertaling kan maken van de liedjes en hoe moet het dan klinken. En toen ging ik met Susan eigenlijk samenschrijven. We hadden nog niet eens gepraat over een album maken of wat dan ook. You and there's nothing true about me too, but I keep playing this. Ja, het eerste liedje was al meteen helemaal te gek, vond ik. En toen nog meer geschreven en nog meer geschreven. En toen dacht ik van, nou, laten we maar eens gaan opnemen. Dus het was heel organisch of zo. En we waren gewoon de hele tijd aan het praten over wat we mooie muziek vonden en wat we toffe opnames vonden en hoe we dachten dat die liedjes moesten klinken. Dus we waren eigenlijk al bezig met het soort van produceren van de plaat, terwijl we nog niet in de studio waren. En dat dat hielp wel heel erg met de bepaling van de koers, zeg maar. Ik denk dat iedereen altijd op zoek is naar liefde en verwantschap. Ik bedoel, wie wil dat nou niet? Maar ik denk dat ik ook een duidelijke drang heb om te reizen en om mezelf te zijn en mezelf te ontdekken. En dat is ook dat ding dat ik, als ik iets doe, wil ik het ook helemaal daarvoor gaan. Dus als ik het beste uit mezelf wil halen, vind ik het heel moeilijk om dat te doen terwijl ik met iemand ben, zeg maar. Toen ik dat liedje schreef, had ik het gevoel dat ik een soort van roekeloos was geweest in met, ja, mijn hart weg te geven aan iemand. Gewoon hetzelfde liedje. Dat is misschien ook, dat is een grappige fenomeen, maar dat is ook waarom ik er zoveel liedjes over schrijf. Omdat ik misschien telkens dezelfde fout maak. Ja.